Daar ben ik weer met een masker. En Siem is er ook bij, maar ik doe nu uit de kamer, want hij zit echt heel irritant te doen. Hey, daar ben ik weer met een masker video. En dit keer doe ik de Dr. van der Hoog Tipsy Tequila Sunrise kant-en-klaar masker. En het is best wel een forever alone masker, want het heeft twee delen. En eentje is voor jou en eentje voor je vriendin. Aangezien ik alleen ben... Forever alone. Nee, ik ga het wel. Het is misschien leuk om een keertje te doen met een van mijn vriendinnen of zo. Maar ik ga nu dus één kant doen. Dus ik heb lekker twee maskers voor mezelf. Yay! Maar het is dus twee kanten, zeg maar. Het is een moisturizing boost voor je gezicht. En mijn gezicht voelt een klein beetje droog aan. Dus vandaar dat ik dit masker pak. Oh, hij ruikt heel erg lekker tropisch. Door de verpakking en zo heb ik wel het idee dat het gericht is op iets jongere meiden. Maar dat maakt natuurlijk helemaal niet uit. Wat is er? Ja, moet je kijken. Manies komt de hele tijd. Wat vind je het lekker ruiken? Kijk. Ik ga hem gewoon aanbrengen. Ik heb gisteren dus meegelopen in de fashion show. En dat was zo bizar. Bijzonder. Een hele bijzondere ervaring. Voor degene die mijn blog niet volgen en alleen mijn video's bekijken. Ik heb gisteren dus als model meegelopen... In een show, een echte fashion show tussen de echte modellen. Dat is heel, heel bizar. En ja, er komt dus nog een vlog van online, want ik heb alles gefilmd. En Gregor zat in het publiek en die heeft dan gefilmd hoe ik liep. Er is ook al een video van te vinden. Dan moet je even zoeken op Super. En misschien link ik hem hieronder wel even, dan kan je hem alvast zien. Ja, en het was echt, ik weet niet. Het is zo'n ander wereldje en... De modellen waren allemaal zo ontzettend lief voor me. Ik was een beetje bang dat ik, aangezien ik toch al wat dikker ben dan het gemiddelde model, dat ik toch een beetje buitengesloten zou. Ja, ik weet niet zo goed. In ieder geval, ik ben een nieuweling en ik ben helemaal geen model. Dan was ik daar en die modellen waren allemaal zo lief. Ja, je kan het. En oh, ja, heb jij een maatje meer? Nou, dat zou je echt niet zeggen. En nou, super lief, had ik niet verwacht. En ook alle mensen van de kleding en zo. Iedereen was ontzettend lief. En ja, Super heeft echt een super team. Was echt heel erg leuk. En de vlog die komt dus online. En ik heb ook mijn make-up laten, ja, gefilmd hoe make-up met mijn haar werd gedaan. En de make-up artist die heeft echt zo'n ASMR stem. Oh. Dus ik denk dat het de volgende ASMR video wordt. Ook al is dat niet helemaal de bedoeling, maar die komt ook online. Het is wel bijzonder, want dit onderwerp... Er waren best wel wat mensen die dan zeiden van... Ja, jij bent geen plus size. Nou, dat heb ik ook wel in die vlog verteld. Maar ik ben voor de modellenwereld wel plus size. Want iedereen heeft maat 34, 36 en ik heb 40. Dus dan ben je letterlijk een maatje plus van hun. Dat is niet erg verder. Maar ik vond het eigenlijk nog veel en veel vervelender... dat heel veel mensen gingen zeggen... Ja, kijk die... stokjes en spijkers en weet ik veel wat over de modellen. Dat mensen zeiden, ah, zo dunne. Maar dat vind ik echt, dat is net zo erg als dat je zegt dat iemand, oh, kijk hoe moddervet ze is. Het is echt niet cool. Heel veel mensen, ten eerste zijn er heel veel meiden die werken daar keihard voor om zo dun te zijn. Daarna zijn er echt heel veel meiden die gewoon letterlijk niet aan kunnen komen. En niet per se, niet eens modellen. Er zijn ook heel veel meiden die gewoon dun zijn en die willen dikker worden. En ik ken een paar van die meiden die zo zijn. En die vinden dat echt heel erg ook. Zeggen ook, ja, dan krijg ik gewoon te horen, heb je anorexia of zo. Dat zeg je toch niet? Het is echt heel raar. En trouwens, daar zo zaten de modellen gewoon pizza's te eten. En dat heb ik ook gefilmd voor jullie. En dat vonden ze alleen maar leuk. Van kijk, wij eten pizza's, weet je wel. Dat zijn ook gewoon normale meiden. Alleen, ja, heel veel zijn gewoon dun en die, ja, dat is hun werk. Dus het is echt, ik vind het heel vervelend dat er dan op mijn Instagram foto's bijvoorbeeld gezegd wordt van, ah, jij bent mooier dan hun, want zij zijn allemaal zo eng dun en, weet je, het is een beetje awkward. En verder, ik heb het zo, sorry, maar ik heb het echt niet goed gedaan, dat lopen. Ik vond het heel leuk om te doen, maar dit is niet mijn vak. Buiten het feit dat ik gewoon zeg maar wat groter ben. Ik heb wel de lengte, ik ben 1,75. Maar buiten dat loop ik ook nog scheef. En die foto, ik zag zeg maar de catwalk foto. Ik dacht, nou het was hartstikke leuk voor een keer. Maar ik heb model, nou ja. Zouden jullie model willen zijn? En dan bedoel ik ook echt catwalk model. Want je hebt natuurlijk verschillende type modellen. Je kan ook commercieel of je kan dan ja, een gezichtsmodel zijn. Of nou ja, dat soort dingen. Maar... ja, zou je dat leuk vinden? Bijvoorbeeld bij een catwalk show meelopen, zoiets. En dan echt die fulltime banen. Dus elke dag knallen op de catwalk overal. Ik ga deze video niet te lang maken, want wij gaan nu weg naar die... Nou ja, ik edit deze video en alles. En dan gaan we er vandoor, want de kat van Gregor, de poes, Floortje,
Die is nu geloof ik 16, zoiets. Het gaat niet zo goed met die poes. En ja, we willen eigenlijk zo snel mogelijk daarheen knuffeltje geven en zo. Arme Floor. En dat is natuurlijk zijn baby. En ik weet nog, toen Kief, dat was dus mijn poes. Toen ik thuis woonde en uit huis ging en zo. Op een gegeven moment werd hij ziek. En toen heb ik ervoor gezorgd. En toen is Kief toen overleden. En daar ben ik zo intens kapot van geweest. Van alle mensen om me heen die zijn overleden en zo. En inmiddels gaat dat ineens heel hard. Was dat echt wel een van de heftigste dingen die ik ooit heb meegemaakt eigenlijk. Nou, het is weer thema huisdieren hoor. Per ongeluk, toevallig, weet ik veel. Maar hebben jullie dat wel eens meegemaakt? Een huisdier is overleden en hoe ging jij ermee om? Want ik weet niet, ik ken ook mensen die hebben helemaal niks met huisdieren. Die dan zeggen van, ik heb niks met honden en katten en dat soort dingen. En dat ze dan zeggen, ben je een dag thuis gebleven omdat je hond is overleden? Ze is gewoon, dat is echt, waarom? Het is maar een hond. Weet je, en dat, Ik weet, daar kan je echt kapot van zijn. Dus ik zou zeggen, deel je verhaal. Ik ben benieuwd hoe jullie dat hebben ervaren. Want ik vind het best wel een heftig iets. Maar goed, ik ga mijn masker eraf halen en dan zie ik jullie zo weer. Ik heb mijn masker eraf gehaald. Hij prikkelde wel een beetje, maar uiteindelijk, ja, heeft hij mijn huid wel, nou, heeft hem wel zachter gemaakt. Een basic masker zou ik zeggen. Ik denk dat deze wel vooral geschikt is voor jonge meiden die met een maskertje gezellig met hun vriendin willen beginnen. En niet te veel poespas willen. Er zit een goed masker voor. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie snel weer. Doeg!